Een hele goede middag, dames en heren, en welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn wij aangekomen en beginnen wij bij meneer KB, de chefkok plus zijn basis. Spannend! Oh ja, en ik heb mijn butler outfit aan. Dat betekent dat we hem op gaan halen in een hele fancy manier. In de vorige aflevering heb ik namelijk een heel verontrustend boekje ontdekt. Snode plannetjes. Dit boekje is enkel bestemd voor Rick Force. Ben jij dit niet, dan mag je dit absoluut niet lezen. Sterker nog, de politie is zo onderweg. Tatu. Laten wij dan ook nu bij de geheime ingang die wij vorige aflevering gemaakt hebben naar binnen gaan in meneer KB zijn basis. En ik zie dat er heel veel bezoekers zijn. Finn is er. Oh, hallo is er. De man die me niet... Oh, dat is een koe. Hallo koe. Ga eens uit mijn beeld. De man die me... Oh, koe! De man die me niet binnenlaat. Maar waar is the man of the hour, meneer KB? Laten we met de lift naar beneden gaan. Ik hoop dat hij beneden is. Hallo KB, ben je daar? Oh mijn god, dit is wel heel ver naar beneden. Gaan we met nog een lift naar beneden? Oh mijn god, dit is wel heel ver naar beneden vallen. Hallo? Hij is er! Hij is bezig met wat van alles en nog wat. Als hij mijn skin ziet, weet hij genoeg. Dan weet hij dat het tijd is voor een afspraak. Goedemiddag, meneer KB. Hallo? Hallo. Zoals je ziet ben ik butler van Walnut. Keer ja, terug ja, in jouw basis. En je weet altijd dat het maar één ding betekent als ik... terugkeer hier. Ja, wat hebben we? Ik ben wederom druk bezig. Maar Walnut insist, als het ware, hij staat erop dat je binnen 1 minuut bij zijn basis bent, anders volgen de problemen. 1 minuut? 1 minuut. Oh, Anders verlies je een plusje. Oké. Okay. Een halve minuut. Oké, hij ziet je daar. Oké. Hoe ga ik hieruit? Waar is de uitgang? Oh, hier. Daar, ja. Dankjewel. Hij ziet je daar. Oké, jongens, wij bevinden ons weer in onze basis. Ik heb hier een boekenkwil met daarin te doen vandaag. Goede raad zoeken bij de robot, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst gaan we Chefkok plus informeren over Erik. En ik heb in de vorige aflevering hier het boekje verstopt. Dus die gaan we even omwisselen zo. Hoppakee. En daarin hadden we de snode plannetjes. Dit boekje is enkel bestemd voor Rick Force. En hier wil ik het met meneer KB over hebben, jongens. We moeten hem uitnodigen, want we gaan het hebben over Erik. Daar hebben we hem, hij komt eraan, jongens. Ah. Hallo, ik ben zo snel mogelijk gekomen. Ik zie dat mijn butler jou op had geroepen en dat je inderdaad zo snel mogelijk hier bent gekomen. Hij zei een minuut, anders verlies ik een plusje. Hoe heb ik het gedaan? Je hebt het serieus sneller dan een minuut gedaan. Je was echt heel snel, had ik niet verwacht. Ja, ik heb wel, mijn inventory zit nog helemaal vol. Ik was druk aan het bouwen, maar... Dit is belangrijk. We hebben verdrietig nieuws, maar ook een beetje spannend nieuws. Zullen we even in jouw kantoor plaatsnemen? Ja. Want dat is leuk. Nee, we gebruiken gelijk jouw kantoor, weet je. Heb je al gekeken naar mijn kantoor? Ja, ik heb al rondjes gelopen. Ik heb zelfs al een boekje hier toegevoegd. ik vind dus die nieuwe boekenkasten vind ik top. Alleen je kan helemaal niet zien wat je nou precies hebt. Jawel, soort van wel. Dit is een enchanted boek. Dit is een boekenkwil. Hoe zie jij dat? Het was een gok en dat was goed. Oh. Wow, oké. Ik ben onder de indruk. Oké. Hey, wacht, ik kan niet zitten. Je hebt te veel spullen bij je. Ik heb zeg maar alles. Alles zit vol. Stop even wat in je boekenkast. Ik heb hier ook helemaal geen kist of zo staan. Geef iets aan mij. Oké, ja, dit kan ik wel missen, denk ik. Ja. Ah, top. Altijd al gewild. Hey, heb gisteren ingebroken in Erik zijn kantoor. Het klinkt misschien heel achterdochtig inderdaad, maar ik vertrouwde er toch helemaal niks van. Ja, maar ik vind ook, jij als baas, nou, dat moet in principe kunnen. Ja, ik hoor gewoon iedereen zijn kantoor te kunnen kijken, weet je. Maar ik had daar een aantal dingen gevonden, waaronder deze boek en quill. En daar staat in, snode plannetjes, .. Dit boekje is enkel bestemd voor Rick Force. Hè? En het heet snode plannetjes. Ben jij dit niet, dan mag je dit absoluut niet lezen. Sterker nog, de politie is al onderweg. Tatu. Maar, wacht even. In het kantoor van Erik. Ja, oké, maar er staat, ben je niet Rick, dan mag je dit niet lezen. Nee, dus ik heb bewust nog niet naar de volgende pagina geklikt. Omdat ik met jou wilde bespreken wat we gaan doen. Ik was heel even bang dat jij Rick was. Nee. Hoezo? Hoezo zou ik Rick zijn? Ja, omdat je dat boekje aan het lezen bent. Oh, nee. Ik had ook nog 2 andere boekjes gevonden, maar die heb ik laten liggen. Zullen we samen even kijken? Dat vond ik ook wel verdacht. En dan kunnen we op basis van die boekjes beslissen of we dit boekje moeten gaan lezen. Ja, oké. Ik heb trouwens eerder gebruikt. Ja, ik heb alleen nog... ik denk dat ik vandaag ook wel ergens raad nodig heb. Nou, op het zich. Het klinkt wel als een situatie waar je raad... Moeten we dit boekje lezen of niet? Ah, zou de robot het misschien weten? Nou, je kan het altijd proberen. Oké, wacht. Oké, wat zegt hij? De vraag is nooit of, maar hoe.
Hoe gaan we dit boekje lezen? Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Het is niet of, maar hoe? Dat lijkt me duidelijk. Dat lijkt mij inderdaad duidelijk. We gaan het boekje lezen. Maar laten we eerst even inbreken in het kantoor. Oh, wacht, trouwens, dat is verkeerd. Met onze ogen dan. Met onze ogen, inderdaad. We gaan het lezen met onze ogen. Ik denk dat we geen beter advies konden krijgen op dit moment. Kijk, wat ik deed. Was hier, wat zei je? Heb je een kist toevallig? Nu we toch deze kant gaan. Oh, mijn kist. Ja, chest room is hier. Kijk, maar zoet zitten mijn kisten hier. Ik zie 0 kisten. Oh, daaronder, sorry. Ja, ja. Ik steel heel even een kist van je hoor, anders komt dit niet goed. Prima. Ik heb zulke volle zakken dat ik langzaam ga lopen. Ik ben er weer. Oké, top. Kijk, en het gekke is van deze situatie, ik liep hierheen. Er zat hier een ladder. Je bent ineens een soort ninja. Ja. Oké. Alleen, ik heb deze ladder nooit zelf geplaatst. Dus iemand is waarschijnlijk al eerder hier geweest zonder dat het mocht. Hè? Ja, deze ladder is niet van mij. Dat is echt, dat zweer ik alles op. Is het niet verhaal wordt steeds gekker. Ja, dat ik dus ook. Nou, eerst kijk ik rond. Hij heeft nog steeds jouw barbecue en zo staan. Ja. De brievenbus is leeg. Maar toen liep ik hier binnen. En toen dacht ik, nou, oké, weet je, het ziet er anders uit. En toen zag ik dit boekenkastje hier. Daar heb ik dat boekje uitgeplukt. Het is een van deze boeken. Ja, dan kijk, deze. Dat is hier. Dat is deze. Dat is het boekje dat ik bedoelde. Maar deze boeken hier. Oh ja. Ja. Kijk, bijvoorbeeld dit boek hier heet Het leven van een loser. En als ik hem open, staat er hoi, mijn naam is Walnut, het einde. Is dat jouw boek? Nee, dat is geschreven door Rick Voors. Oh. En waarom ligt dat in het kantoor van Erik? Het is ook wel het kortste boek ooit. Ja, ik nou moet je volgende boek lezen, die is nog kort. Echt? Ja, nou gaat het krijgen. Jemig. Ja, dat boek dat is nog kort. De beste YouTuber Rick Voors. En dit is geschreven door Rick. Dat boek is niet geschreven of niet gesigned door iemand. Ze weten niet wie het geschreven heeft. Waarschijnlijk ik. Maar waarom bevindt ze dat in het kantoor van Erik? Ja, je stelt hier goede vragen. Ja, dat is dus de situatie waar we ons in bevinden op het moment. Wel lekker kantoortje trouwens. Ja, het mist alleen een beetje feng shui, moet ik zeggen. Met die donkere muren hier. Ja, er is zo, geen feng shui is niet aanwezig. Nee, een klein beetje hier misschien, dit muurtje. Maar dat is volgens mij nog van jouw kantoor. Dit is echt een heel raar kastje. Oh. Hey, zullen we snel teruggaan voordat we betrapt worden, weet ik wat, door Erik? Dat zou ook niet ideaal zijn. We kunnen hier overheen lopen. Het is wel gevaarlijk, maar... Het wordt steeds gek. Ja, oké. Ja. Oké, terug naar jouw kantoor. Ja, kijk, nou dan hebben we dat boekje dus. En we hebben om wijze raad gevraagd bij de robot. En die wijze vroegen ons af, moeten wij dat boekje gaan openen? Is de bedoeling dat wij die openen? En de vraag is nooit of, maar hoe. Ja, dus het advies dat wij hebben gekregen. De robot was heel duidelijk hierover. De robot was heel duidelijk hierover, inderdaad. Nou, ik aan jou de eer. Zullen we het lezen? Oké, komt-ie. Ik doe pagina 2, doe jij pagina 3, oké? Oh ja, nee, dat is goed. Ja. Oké, komt-ie. Pagina 2. Echt niet verder lezen. Is niks bijzonder. Ah, is dat de pagina die ik... Jij krijgt een leuke pagina waarschijnlijk, ja. Oké. Ik doe... Ik doe even mijn speciale voorleesstem erbij pakken. Oké. Hoe win je van Walnut? Vervelende pranks uitvoeren. Bondgenoten omkopen. Saboteren. Puntje. Dat staat er. Ik zit het niet te verzinnen. Hier. Wat? Maar waarom heeft Erik dit? Kijk, ik weet dat hij op Rick lijkt en dat hij 1-op-1 klinkt zoals Rick. En dat ik eigenlijk al dacht dat het Rick was. Maar waarom heeft Erik dit? Ja, we moeten niet meteen van het slechtste uitgaan. Misschien heeft hij het gestolen van Rick. Ja. Maar hoe dan ook, er is een connectie. Er is een connectie tussen Erik en Rick. Je zou het bijna niet zeggen. Nee. Ja, nee, ik weet nog niet zo goed wat ik hiermee moet. Nou, je hebt hieronder zo'n prachtige ruimte, toch? Oh, de martel. Ik bedoel de ondervragingsruimte. Of de mancave, zoals jij het noemt. Ja, de mancave. Die bedoel de ik, mancave, ja. Inderdaad. Ja, de mancave. Ja, ik kan... Oh, we kunnen Erik die kant op brengen. Ja, heb je zijn nummer? Kan je hem even bellen? Heb ik zijn nummer? Geef me heel even, oké? Ja. Ja, ik ga hem bellen. Tot goed, 2 seconden. Oké, jongens, ik heb hier de nieuwste high-tech cactusmobiel. Laten we Rick even bellen. Hier, we klikken zo op, halen hem eruit. En als we hem erin stoppen, dan bellen we Erik. In dit geval niet eens Rick, maar Erik. Hallo, Erik? Dit is de voicemail van Erik. Nee! Graag terugbellen na de piep. Erik! Graag terugbellen na de piep, hoezo ik? Erik, kom nu naar het kantoor. Het heeft spoed. We hebben je nodig. De groene shirt vast is... Oké. ik heb je geprankt. Goed, hè? Ja, Erik, kan je nu naar het kantoor komen? Dat kan, maar hoezo? Meneer KB en ik hebben je nodig op het moment. Ja, maar ik ben heel druk op het moment. Is het spoed. Echt nodig? Ja, dat heeft echt spoed dit. Oké. Komt er dan extra geld overheen? Ja, dat krijg je. Oké, top. Nou, dan zie je me zo. Ja, tot zo. Hoi. Jojo. Oké, chef kok. Hij komt eraan. Wat is de planning? Hoe gaan we het regelen? Ja, we moeten... Wat zit je trouwens van mijn mobiel? Dat is een cactus. Het lijkt op een cactus, maar... Ja, dit is zeg maar... Prachtig.
Als je hem opendraait, zo, hij klikt als een soort hendel, dan belt hij automatisch Erik. En dit is voor jou, dus meer functie 2, dacht ik. Ja, en ik ja, had ja, het roze ja, bloemetje hier is voor groene shirt vast. Oh, wauw. Mm-hmm. Helemaal mooi. Dat zijn mijn telefoon van, dingen van het kantoor. Maar Erik komt eraan. Ik heb een planning. Jij bent de, wil jij de goede of de slechte zijn? Ik ben wel de goede Erik. Jij bent de goede Erik? Ja. Oké, dan ben ik wel de slechte Erik. Ja. En dan hebben we daarna Erik. Oké, let's go. Ja. We wachten hem hierop, netjes. Hier? Ja. Hoe gaan we hem dan naar beneden krijgen? Heb je daarover nagedacht? Ja, gewoon met... hij weet niet wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. En dat is het belangrijke. Ik vind het een prachtig plan. Ja, hè? Ah. Oh, daar zul je mee hebben. Erik! Goeiedag, hey. Jongens. Goeiedag. Hey, Erik. Hey, op mijn vrije dag. Het is zit je haar weer goed, joh? Zit je haar weer goed? Dankjewel, ja. Wat zie je er goed uit, hè? Jullie ook? Ik zou de goede... Oh, ja, oh, sorry. Lelijk neus. Gaf hem. Ik heb geen neus. Wat is het dan tussen je ogen? Dat is mijn mond. Waarom zit je ogen tussen je mond? Dat is mijn snavel. Waarom zit je mond tussen je ogen? Oh, het is een snavel natuurlijk. Je hebt een lelijke snavel. Hey. Ik ga weer. Nee, het spijt me. Hey, we hebben spoedig nieuws. We moeten even naar de mancave beneden met z'n drieën. Ik weet niet of je de mancave ooit gezien hebt. Nee, mancave. Vet. Ja, we gaan er even een klein bedrijfs, hoe noem je dat, uitje doen. En even een vergadering en zo. En we moeten even je wat vragen stellen en zo. Heel belangrijk. Ja, ja, oké. Okay. Dus, nou, ik zou zeggen, loop gezellig mee. Ja, nee, je moet meelopen. Sorry. Okay, heb je een nieuwe jas? Nee, het is nog steeds hetzelfde. Nou, je ziet er prachtig uit. Ja, dankjewel. Hij ligt. Hoezo? Oké, de enige ding met de mancave is... er is nog geen trap naartoe, dus we moeten hier gewoon even simpel naar beneden springen. Ja, maar, vang jij hem op? Ja, kom maar. Au! Hey, dat deden jullie heel soepel. Ja, kom ja, vaker gedaan. Kijk, dan gaan we hier even gezellig naar binnen. Ik ga wel eerst, om te bewijzen dat naar het jou, fijn Erik, is. Naar jou, Erik, naar jou. Ik eet even een koekje, hoor. Dan nemen we de trap hier naar beneden. Dat is een lift. Jeetje, wat een mancave. Als je hier even wacht, even geduldig. Als jij... Ja. Michael, volg me, Nick mee. Hey, goeiedag Erik. Ik hoorde dat jij een afspraak hebt in de Martel. Ik bedoel, de Mancave. Ik heb geen afspraak gemaakt. Leuk dat je er bent. Leuk dat je er bent. Hey, als jij even hier naar binnen kan gaan, aan deze kant, en eventjes door kan lopen. Ja. Top, dankjewel. Dan hier eventjes jouw spulletjes, alles wat je bezit en alles wat je lief hebt, even in de kist kan doen. Je krijgt een afloop terug. Als er een afloop is. Feng Shui. Feng Shui, oké. Mag ik wel eten bij me houden? Nee. Oké. Mag je eten bij zich houden? Nee. Oké, heb je alles erin gestopt? Ja. Had je alleen 2 koekmutten bij je? Of 3? Nee. 4? 28. Oh, dat is langzaam. Dat gaat nog even duren. Dat gaat even duren. Loop gerust door. Oké, vanaf dit moment kan je ons niet meer zien, meneer KB. Oké. Zie je ons? Ik trek nu een gek gezicht. Waar zijn jullie? Ga even zitten. Oké. De andere stoel. Nee, op een stoel graag. Oh, op een stoel. Oh, zeg dat dan. Oké, wil jij eerst of zou ik eerst gaan? Ja, ik ga wel eerst, ja. Ga jij eerst? Oké, dan wat wil je? Wil je zeg maar de boek en quill gelijk hebben? Of? Nee, niks. Ik heb, niks ik wil heb, niks nee, hebben? Nee, komt helemaal goed. Hoe kom ik eigenlijk naar binnen? Ik laat je wel, kom maar. Dan moet je zo gaan. Ik doe de deur voor je open. Ja, ga maar. Lieve Erik. Hey. Ik vind het geweldig dat ik weer een zie. Ja, ik zie je namelijk vrij weinig de laatste tijd. Ja, klopt. Ik jullie hebben toch wel doorgehad dat ik vakantie heb opgenomen? Ik wist daar niks van! Waar ben je naartoe geweest? We doen niet eens aan vakantie. Oh, daar hoort me niet, sorry. Maar nee, niks aan de hand gemaakt. Ik ben net op vakantie geweest. Dit is mijn laatste weekend. Maandag wou ik weer beginnen. Oh! Nou. Ja. Wat grappig, wat toevallig. Ja, ik ook. Jij hebt ook vakantie gehad? Nee, dat niet. Nee. Hey, maar ben jij toevallig op jouw vakantie iemand tegengekomen die houdt van boekjes schrijven? Een, Rick. Nee, die ben ik niet tegengekomen. Nee. Niet gezien? Nee, niet gezien. Wat grappig, joh. Want heel toevallig was de baas, die was het toilet kwijt. Ja. Ik weet niet hoe dat precies is gegaan, maar hij was de toilet kwijt. En toen is hij heel per ongeluk jouw kantoor binnengelopen. Mijn kantoor. Kan gebeuren natuurlijk, hè? Ja, maar ik heb een supersonisch slot op mijn... Ja... Ik heb een beveiligde deur. Hoe is hij daar doorheen gekomen? Ja, ik vroeg dat me natuurlijk ook af, lieve Rick. En, lieve Erik, sorry. Pardon. Lieve Erik. En toen is hij, wat blijkt, hij doet een cursus tot ninja. Dus hij is via het raam gegaan. Via het balkon. Via het raam, Ja, en goed. Okay. Hij had niet het toilet gevonden. Nee. Maar wel een krantje om te lezen. Een krantje? Toevallig. Maar gek genoeg. Ja, er lag een boekje inderdaad, dat klopt. Gek genoeg was dat geschreven door, door Rick. Door Rick? Ja. Maar wie is Rick? Nou ja, dat wilden we dus eigenlijk aan jou vragen.
Ja, ik heb geen idee. Ik heb ik koop gewoon een dagelijkse krant en ik heb een bibliotheekpas, dus ik leen af en toe wat boeken. Maar hoe? Waar? Hoe? Hè? Wacht even, ik moet mijn veter zit los. Oké. Okay. Die kan je ook hier strikken hoor. Die kan je ook hier strikken. Oké, dat ging goed. Je hebt ja, neem het over. Ja, je hebt hem losgegeven. Ja. Oké, dan wisselen we gelijk om, zo. Moet ik nog hier nog iets doen? Ja, de deur moet je regelen. Top. En vergeet ze niet dicht te doen, vooral. Ja. Anders kan hij zo ontsnappen. Ja, ik ben snel. Ja. Hey, Rick. Hey, Rick, sorry. Ik vergis me weer. Kom door je naam boven je hoofd. Welkom. Dat is onze sauna. Daar kan je in als je echt zat zijn. Okay. Neem hier even lekker plaats. Ik doe de deur even. Ja, oké. Okay. Ja, dat snap ik. Top. Hey, ik wil het graag met jou hebben over iets wat meneer KB net aan jou had open en blootgelegd natuurlijk. Ja. waar is Rick? Wie is Rick? Hoe is Rick? Wat is Rick? Hoe knap is Rick? Sorry, hoe knap is Rick? Niet belangrijk. Oh. Maar Erik, kan jij mij vertellen wat dit boekje is? En waarom bevond zich dat in jouw kantoor? Snode plannetjes, die boekjes enkel bestemd voor Rick Boers. Waarom lag dat in jouw kantoor? Samen met het boekje, maar... Het leven van een loser, waar Walnut op stond. En beste YouTuber ooit, waar Rick in stond. Bibliotheekpas. Ik zit bij de bibliotheek. Ik heb gewoon een paar boeken meegenomen, maar ik weet niet eens hoe ik aan deze kom. Maar Rick, dit boekje is enkel bestemd voor Rick Boers. Die mogen wij toch niet lezen? Maar Erik, daar val je door de mand. Ik heb hier mijn to-do-lijstje voor vandaag. En onderin staat bibliotheek maken. Er is nog helemaal geen bibliotheek, Erik. Er is een bibliotheek. Waar? Op een eiland. Ik heb een eiland gevonden met een bibliotheek. Ja, nee, serieus. Moet ik hem laten zien? Oh. Wat? Nou, ik kan eigenlijk niet praten, maar als we een bibliotheek nu naar een bibliotheek kunnen... Dat zou dat bewijs zijn, ja. Dan zou dat heel overtuigend zijn. Ja, als jij nu ons de bibliotheek zou kunnen laten zien waar je dit hebt gevonden... Ja, dat kan. Zeker weten. Moet ik het... Okay, ja, kom maar mee. Nou, laten we gaan. Zellig. Die deuren weer even. Ja, laten we hem nu vrij? Ja, daarna we nemen hem even mee. Vrij? Hoezo? Ik kreeg. Ja, nee, dat is de mancave. Ja, dit is de mancave inderdaad. Even kijken. Deze is omhoog, toch? Ja. Kom eraan. En hoe komen we eigenlijk weer boven? Niet. Dat is nog een situatie die ik nog niet heb opgelost. Nou. Nou, weet je wat jij doet? Misschien was aan die kant. Geef me een zetje. Springen. Oh, oh. Ja, dit ging helemaal goed. Nou, laat de route zien. Waar gaan we heen? Ja, kom mee. Naar het eiland. Wacht, je hebt een boot trouwens, hè? We moeten met de boot. Ja, een zelfgebouwde boot. Ja, laten we die pakken. Ja, top. Wacht deze eventjes. Dit is het eiland van Rick, Erik. Van Rick? Nee, hier zit de bibliotheek. Dit is Rick Forsen met de veel te grote boot zijn eiland. Ja, ik vond het een mooie boot. Ja, ik was dus aan het rondvaren en ik heb hier dus een bibliotheek gevonden. Hmm. Dus ik heb wat boeken geleend. Kom mee. Laten zien. Ja, is het echt een bibliotheek is? Ik heb hier ik nog niemand even verdacht. Ja, het is, ja, ik heb geen idee. Maar ik zie nergens staan van wie dit is. Dus ik denk, ja, ik huur me gewoon een boekie. Hij is wel lekker bezig geweest. Ja, die Rick is heel goed bezig geweest. Kom maar even kijken. Oh, nou, het ziet er oprecht ook gewoon mooi uit van hier. Ja, het zag, ik vond het ook wel vet. Maar ik was gewoon maar jij dacht, ik loop hier gewoon zomaar naar binnen. Ja, ik en hoorde deze trap op. Ja, en deze trap toevallig op. En deze ook. En nog, kijk, nog een trap. En er is echt een bibliotheek hier. Ja. En hier heb ik ze vandaan. En wat is dit voor boekje dan? Geen idee. Oh, die is leeg. Oh, hier, kijk. Wie is dit jou? Leest is gek. Oh, jij bent hier dus ook een keer geweest. Wat? Ja, staat wie dit wat leest staat is aan? Gek. Nah, hoe is dat mogelijk? Jij bent hier dus ook al eerder geweest. Nee, helemaal niet. Hier nee, hoor. Het wordt maar gekker en gekker. De blauwe flamingo is geland. Ja, dat vind ik ook wel mooi. Rick, ik ruik iets merkwaardigs. Kijk, deze heb ik al een keer gelezen. Dit vond ik zelf echt een klassieker. Maar ik mocht dus ook twee boeken lenen, dus ik heb de, maar waarom heb je die boeken? Je hebt er drie. Maar die andere heb ik... Ik heb deze dus helemaal niet geleend. Nee, maar die lag ook in jouw boekenkast. Ja, maar ik heb die niet geleend. Ik heb die boekenkast van Marktplaats afgehaald. Met boeken erin nog? Ja, die wouden ze verkopen. Ja, gooi maar. Ik neem het wel mee. Ik vind dit echt een heel bijzonder verhaal. Zie je? Ja. Nah. En dat het ook nog eens toevallig Rick's bibliotheek is. Ja, maar wie is Rick? Dit is een bibliotheek. Het staat boven je hoofd. Ik zie niks hoor. Ik zit eens even te kijken zo, maar ik zie helemaal niks. Weet je, ik moet hier even over nadenken. Ik bedank je voor je medewerking. Je krijgt wel je boekje terug. Oh, je hebt hem al. Ik heb hem al. Ja, neem hem mee. Of het boekje betekent echt niks voor je en je geeft hem nu aan mij. Even kijken hoor. Ik wil hem even zelf ook nog lezen. Ik vind het een spannend moment. Ja, ik ook. Dit is zeg maar... Maar jij hebt deze zelf gelezen. Nou, dat is dus het ding.
we hebben nu een nieuwe robot op het kantoor en we wilden hem eigenlijk niet lezen. Dus we vroegen aan de robot, lieve robot, wijze, grote, machtige robot, heb jij raad voor ons? En zijn wijze raad was, de vraag is nooit of, maar hoe. En dat is echt zo. Dus toen hebben we hem gelezen, ja. Dus toen hebben we hem toch gelezen. Oké, maar er staat hier dat de politie onderweg was. Tatu, ja. Tatu. Tatu. Daar tatu, maak ik me ook nog een beetje zorgen over. Is de politie gekomen of niet? Nou, daar hebben we nog niks over gehoord. Vreemd. Echt niets verder lezen, is niks bijzonders. Oh, dit zijn wel snode plannen inderdaad. Ja, nou, weet je, wil je het boek aan mij geven of aan hemzelf? Nou, nee, ik wil hem best afgeven hoor. Dit is overtuigend. Dit is overtuigend, ja. Inderdaad. Erik, je hebt je respect terugverdiend. Dankjewel. Ga lekker verder genieten van je vakantie. We zien je morgen weer om 7 uur 's ochtends. Ik neem nu dit boek mee. Ik ga deze maar lezen. De Blauwe Flamingo is geland. Dat is een boek, kan ik vertellen. Is die goed? Okay. Ja, ik weet niet precies wie hem geschreven heeft, maar een goed boek. Oké, nee, top. Maar jij gaat dus ook een bibliotheek bouwen nog? Ja, dat was de planning toevallig vandaag. Nou, leuk. Nou, dus nu heb ik inspiratie opgedaan voor hier. Dus als jullie nog boeken hebben, neem ze vooral mee. Ja, nee, dan gaat de bibliotheek en die zeg maar voor het hele bedrijf is die. Ja. Dan kunnen we al ons archief, dat is gewoon ons archief. Ja, maar dat scheelt, nu hoef ik niet elke keer de boot te nemen om hier naartoe te komen. Want, ja, dat vooral inderdaad, want jij komt hier neem ik aan natuurlijk verder nooit. Nee, de bibliotheek. Ik heb hier een pas om weer inleveren. Dat komt goed, dat gaan we regelen. Oké, hey, nou, ga jij lekker verder met je timelapse, sorry voor het ongemak. Uiteindelijk bleek het allemaal niks te zijn. Ja, nee, geen probleem, ik help graag. Ja, daarom. En jij, het spijt me dat we je uit je vakantie hebben gestort. Ja. Ga jij lekker verder genieten van... één extra vakantiedag. Nou. Kan je het doen met één extra complimentje misschien? Oh, dat zou ik leuk vinden, van jullie beiden. Je bent erg geel. En ik ben ook geel. Dus dat vind ik mooi. Nee, maar dat is geen compliment. Jawel, ik zeg wat ik mooi vind. Je trekt het ook over jezelf. Ja, maar ik... Nee, maar dat vind ik niet leuk. Even een ander complimentje. Je bent iets anders geel dan ik. Mooi. Oké, en jij? Je zit vandaag echt heel lekker in je broek. Oké, nog een fijne dag. Oké, jongens, tot snel. Dag. Joe, hoi. Oké, jongens, dat was een leuk avontuur met meneer KB en met Erik. En Erik blijkt allemaal veilig te zijn, jongens. Of toch niet? Er staat letterlijk Rick Force boven zijn hoofd, jongens. Maar ik weet het niet. Ik weet nog niet wat ik moet geloven. In ieder geval, laten wij maar naar het volgende puntje op de agenda gaan. Hey, ik heb mijn boekje hier niet gestopt. Nou, ik weet in ieder geval wat het volgende puntje is. En dat is een bibliotheek maken. Het is al een andere dag, want ik heb al een t-shirt aan. Dus laten we gaan kijken of wij een mooie bibliotheek kunnen bouwen. En ik heb de bibliotheek op een hele leuke plek gemaakt. De enige plek in het hoofdkwartier waar ik nog niet tevreden over was, was deze grote muur hier. Nog steeds over de onderkant ben ik niet helemaal tevreden, maar de bovenkant, jongens. De bovenkant is, hij is geweldig. We hebben hier nu een lift naar boven en we hebben daar de lift naar beneden. Kijk, dan kom je hier zo, dan ga je omhoog. Kom je in de boekenkasten, kom je uit. En dan heb je hier gewoon een prachtige bibliotheek. Ik heb potjes gebruikt, kaarsen, boekenkasten heel veel. En heel veel Lego ook. Dus het ding is, we moeten wel echt nog... heel veel boeken gaan regelen om deze boekenkast te vullen. En ik heb mijn boekjes allemaal hier even gestopt. Want ik wil een klein beginnetje gaan maken. Even kijken, wat is wat? Snode plannetjes van Rick Force. Weet je waar we die gaan doen? Die gaan we hier zetten. Zo, hoppakee. De snode plannetjes van Rick Force. Die kan je altijd hier lezen. En dan kan je altijd afvragen wat zijn plannetjes waren. Dit is mijn boodschappenlijst. Dat is de enige die wij niet hier gaan doen. Die gaat terug naar mijn kantoor. Laten we dan alle boekjes pakken die ik even heb. En die een leuk plekje geven. Ik denk dat ik wil beginnen met de lecterns. Die wil ik allemaal vol hebben. En daarna wil ik pas boeken in de boekenkast. Er zit daar al een boek in, hè? Wat is dat voor boek? Een enchanted boek? Wie heeft die daarin gestopt? Maakt niet uit. Kijk, doen we dit enchanted boek doen we even daar. Mooi, hoppakee. Dan doen we dit enchanted boekje doen we even hier. Hoppakee. Kijk, dan begint het al langzaam gevuld te worden hier. En dan naar de andere boekjes wil ik even kijken wat het allemaal is. Voor walnoot. Oh, dit is het netboekje van meneer KB. Weet je, die doen we dan hier. Alles in bereid.
Beste Walnut, oftewel Lijke Walnut, oftewel Max, oftewel Walnut. Oh, dat is van een kijker, heb ik dit gekregen. Oké, dat van een kijker doen we dan hier. Eerste levering is dit boekje. Dit is van Oranje Shirtgast, die doen we hier. Circus Plakjes is van Rick. 2.0, dit is een prank van Rick. Kingdom Stoffer doen we hier. Een blije brief. Heb ik nog lege lecterns? Doen we hier. Hulp van mij doen we... Ik heb geen lege lecterns. Oh, hier. En 2.0. Is er nog één lege lecterns toevallig? Nee? Dan is dit het allereerste boekje dat we officieel in de kast gaan douwen, denk ik. En dat doen we dan in die middelste daar. Kijk, hoppakee, jongens. Dan nu wil ik eigenlijk even langs de marktplaats om zoveel mogelijk boekjes te kopen. En dan hoop ik dat meneer KB, Erik en Oranje, of in dit geval Groene Shirtgast, al hun boekjes die ze hebben hier ook in het archief gaan stoppen. En dan moeten ze zelf onthouden waar ze de boekjes natuurlijk stoppen. Ik onthoud bijvoorbeeld dat hier mijn boekjes in zitten en in de lectures ook mijn boekjes zitten en zo. Maar ja, er moeten nog veel meer boeken komen in de boekenkast daarboven ook. En uiteindelijk is het doel dat het zoveel mogelijk gevuld is. Ik denk niet dat het gaat gebeuren dat ze echt helemaal vol zitten. Maar laten we even goed even in de span hier kijken wat we bij elkaar kunnen toveren. Want het is daar natuurlijk marktplaats. Kunnen we even kijken wat we hier kunnen vinden. Zien dat mensen wel... Kijk, hier bijvoorbeeld... Doos zijn deals. Wat is dit nou weer? Voor 10.000 euro. Dat gaan we niet kopen. Ik wil gewoon goedkope boekjes even kopen. Oh. Nou, weet je, ik koop wel gewoon van alles, jongens. Jullie zien de afloop wel wat ik gekocht heb. Nou, jongens, dit zijn alle boekjes die ik gekocht heb. Ik ga ze gelijk in mijn inventory doen. Dan nemen we ze mee. Het zijn alleen maar enchanted boeken. En ik heb uiteindelijk toch Doos zijn deals gekocht. En ik ben benieuwd wat dat is. Dan gaan we gelijk weer met de lift omhoog naar de nieuwe bibliotheek die we hebben, jongens. Hoppakee. Doos zijn deals. Wat is dit? Kom naar Doos zijn deals en koop. Is carrots, is potions, is bone blocks, is stone bricks, stone, cobblestone en dirt. Doosje deals verstop je in het archief. Badabim. Hoppakee, dan ben je altijd in de basis is jouw boek hier. Oké, nou nu ga ik gewoon enchanted books die ik gekocht heb, ga ik gewoon een beetje verspreiden als opvulling, weet je. Dat het gewoon iets gezelliger eruit ziet. Nou, gezelliger, dat het iets opgevulder eruit ziet, al die boekenkasten hier. Het is nu natuurlijk nog behoorlijk leeg, allemaal. Kijk, dit ziet er al beter uit. Kijk, deze kant vergeleken met deze. Deze kant is zoveel beter al. We beginnen ook gewoon aan deze kant. Je moet wel echt goed onthouden waar je je boekje stopt. Anders ben je je archief ben je kwijt. Dat is ook onhandig. Kijk, hoppakee. En volgens mij is dit Doos en Deals. Ja, Doos en Deals. En is dit ook een boekje? Ja, 2.0, hoppakee. Goed genoeg, jongens. Ik vind het helemaal prima. Dan hebben we zoveel mogelijk boekjes overal verstopt. Ik ben er heel... Oh, hier was nog een... Oh, daar is nog een lege lectern. Doos, je krijgt de dealplek. Hier, hoppakee, een lege lectern. Voor Doos zijn Deals. Ik vind het helemaal prima. Oké, dan heb ik als het goed is hier nog gewoon mijn boodschappenlijstje. Gaan wij de lift naar beneden nemen, jongens. Hier, hoppakee. En laat maar even in de reacties weten wat jullie van de nieuwe bibliotheek vinden. Ik ben er serieus heel tevreden mee. Dan hebben we eindelijk... Oh, ik moet alleen belichting hieronder nog regelen. Oh, net zoals hierboven moet ik hier nog belichting regelen. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Oké, dat is iets wat ik nog ga regelen. Komt helemaal goed. Als we in ieder geval even omhoog gaan. Want ik wilde namelijk nog iets regelen. Wacht, eerst even kijken wat we met mijn boekje hier gaan doen. Goede raad hebben we geregeld bij de robot. Chefkok informeren over Erik is gedaan. Bibliotheek maken is gedaan. Dan moet eigenlijk alleen nog Chefkok plus, oftewel meneer KB uitnodigen voor seizoen 3. En dat wilde ik eigenlijk vorige aflevering doen. Maar dat is niet gelukt. Toen wilde ik het gisteren doen, wat het begin van deze video is. En toen ben ik het gewoon letterlijk vergeten. Oh, kijk, de bibliotheek van de... Oh, de bibliotheek van de 4 is mooi, jongens. Ik ben er echt tevreden mee met de bibliotheek. Het ziet er zo gezellig uit. Zoveel anders dan de rest van de basis. Maar wat ik wilde regelen, jongens. Ik wilde wit glas hier pakken. Want ik zag een hele goede reactie. Iemand had achtergelaten. Max, je moet het gat van Martin, wat is het? Axolotl, moet je groter maken. Toen dacht ik, als we dit nou inderdaad weghalen hier. En het gat groter maken. Dan kan je vanaf beneden kan je ten alle tijde basically Martin de axolotl zien. Alleen, het ding is, het mag niet fout gaan. Want anders zwemt axolotl Martin naar beneden. En dan worden alle witte of blauwe concrete daar, die wordt gewoon steen. Dat willen we niet. Dus laten we het zo snel mogelijk doen. Komt-ie. Oh! Oké, dat ging goed. Dit nogmaals, jongens, dit moet zo snel mogelijk. Als er namelijk één druppeltje water doorheen komt, is het al te laat. En als Martin er doorheen komt, is het al helemaal te laat. We hebben het gehaald. Nu ben ik wel benieuwd hoe dit eruit ziet vanaf beneden. Laten we even kijken. Hoe ziet dit... we kunnen Martin ten alle tijden nu zien zwemmen. dat vind ik leuk. Jongens, dit vind ik echt leuk, dat gat in het plafond. Enig is, er moet een klein beetje detail bij. En ik weet al precies hoe ik dat ga doen. Daar hebben we even wat dingen voor nodig. Deze hebben we voor nodig, trapdoors. Dan kan ik het best via hier. Dan hoef ik niet helemaal omhoog te bouwen. Heb ik genoeg blokken bij me? Ik pak even wat nieuwe blokken, even dirt. Gewoon, dan weet ik zeker dat ik het ook weer weg kan halen. Kijk, als we dan heel even erheen bouwen. Naar Martin, de grote, lieve axolotl hier. Kijk, wat ik dan alleen nog wil doen, is even een randje van trapdoors eromheen. Zodat je duidelijk kan zien dat het de bedoeling is dat hier glas zit, weet je? Volgens mij is dit serieus echt heel leuk wat ik nu gedaan heb. Nou, even de dirt weer weghalen. Glas terugplaatsen. En dan gaan we snel kijken hoe het er vanaf beneden uitziet. Oh, dat is leuk, jongens. Hier op het plafond.
Die iron trapdoors zorgen er echt voor dat je duidelijk ziet dat het de bedoeling is dat daar glas zit. Net was het een beetje random dat daar in een keer een glazen vierkantje zat. Maar nu kan je duidelijk zien dat het de bedoeling is dat je Martin, onze lieve axolotl, hoort te zien zwemmen. Dankjewel voor de leuke reactie. Ik weet niet wie hem achter had gelaten, maar dikke shout-out naar... Oh, je ziet me niet eens goed. Dikke shout-out naar jou. Oké, jongens, dan moet ik wederom Chefkok plus uitnodigen voor seizoen 3 nog een keertje uitstellen naar een andere aflevering. Want ik kan wel een simpel naar hem toe lopen en zeggen, hey, meneer, je bent uitgenodigd voor dit nieuwe seizoen, voor seizoen 3 dat we binnenkort gaan beginnen. Maar ik wil het wel op een leuke manier doen. Dus dat gaan we volgende aflevering doen. Ik ben tevreden met wat we vandaag gedaan hebben. De bibliotheek is erg goed gelukt. Het gat hier in het plafond is leuk. We hebben met Erik een nieuw avontuur gehad en weet ik voor wat allemaal. Volgende aflevering gaan we 100% meneer KB uitnodigen. Maar dan wil ik ook nog wat extra progressie gaan doen. En ik wil erachter komen waarom Groene Shirtgast nog steeds de bodem hier niet mooi heeft gemaakt. Het ziet er nog steeds niet uit zoals ik wil. Hij zei dat hij de wapens ging bouwen en dat is nog niet gebeurd. Dus laat maar nu even weten in de reacties. Moeten we naar Groene Shirtgast om te vragen of hij even wat meer vaart erin wil zetten en dat hij hier allemaal leuke dingen wil doen? Of moet ik ervoor zorgen dat ik zelf wat op de bodem hier plaats en dat ik zelf hier wat ga maken en zo? En dan mogen jullie ook nog eens achterlaten wat het dan gaat zijn in de reacties. Laat in ieder geval even weten, wat moet hier beneden komen? Want ik vraag me af of Groene Shirtgast het nog op tijd af gaat krijgen. Laat maar weten, jongens. Ik heb jullie hulp nodig. Dan gaan wij hier lekker naar boven, naar de bibliotheek. Gaan we hier even zitten. En dan ga ik de video helaas afsluiten, jongens. Dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Abonneer ook even en wil je meespelen op deze server, kan het zeker. Play.contentveen.nl. Doe nu mee. Hartstikke gezellig. Speel je nou op de Bedrock Edition, heb je ook deze poort waarschijnlijk nodig. 26006, kijk zelf maar even. Doe nu mee. Hartstikke leuk. Kijk lekker deze video als je niet gaat spelen. Want dan kan je gewoon lekker kijken. En heb je geen Minecraft, dan is het gewoon een aanrader om even een videootje te kijken. Hartstikke leuk. Net zoals de server. Ik weet niet waarom ik hartstikke leuk zo vaak zeg. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Spreek je later. Glaasje water, die flesje bier. Tot de volgende keer.